ben al met een boek bezig. Dat lees ik nu voor de derde keer achter elkaar. En dat boek heet oorspronkelijk Die Klavierspielerin van de Oostenrijkse schrijfster Elfriede Jelinek. En de Nederlandse titel is De Pianiste. En dat is een ijzingwekkend portret van een 39-jarige vrouw die nog steeds bij haar moeder woont in Wenen. En die twee die zijn in een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, een vechtrelatie met elkaar verbonden. Ze slapen zelfs in hetzelfde bed nadat de vader is komen te overlijden. En die moeder die wil niet dat zij een frivool iemand wordt. Ze wil niet dat zij verliefd wordt op een man. Nee, die moeder die wil alleen maar dat zij een carrière als concertpianiste nastreeft. En daarin is zij niet geslaagd. Zij is dus jammer genoeg alleen maar een pianolerares geworden. En daar begint de verloedering. En ondertussen is er een heel geheimzinnig en pervers en cynisch en sadistisch universum in die vrouw, die jonge vrouw, ontwikkelt zich. En dat loopt op het einde van het boek helemaal niet goed af. Het is bijna ook een portret van de stad Wenen. Zo omschrijft Elfriede Jelinek dat ook wel eens. Dat ingehouden burgerlijke portret van zo'n stad. Het is werkelijk ijzingwekkend mooi van toon, dit hele boek. Je komt helemaal niet dicht bij de mensen, bij die hoofdrolspelers. Speelsters, die moeder en die dochter. Die worden aangeduid als de moeder en de dochter. En je zal bijna nooit intiemer komen bij die mensen. En het wordt ijzingwekkend beschreven allemaal. Prachtig boek.